Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Lorenzo to throw first. Game on. De mannen zijn er klaar voor, en wij ook. Het is fantastisch om te zien dat ook de jeugd op dit podium de kans krijgt om het beste van hun kunnen te laten zien, om hun pijlen te laten spreken en ja, hun sport dus ook tot andere hoogte te kunnen brengen. Je moet ergens naartoe kunnen werken en tot voor kort was dat op internationaal niveau niet altijd mogelijk. Natuurlijk heel veel opens waar ook een jeugdtoernooi aan vast zit, maar ja, waar leidt dat toe? En sinds een aantal jaren leidt dat onder andere tot de Zuiderduin Masters. 100. Naast de Zuiderduin ook de Wim Hof World Masters. Daar al wel jaren sinds het begin eigenlijk altijd het grootste jeugdtoernooi ter wereld geweest. 45. En komend jaar krijgen we voor het eerst ook een jeugdfinale op Lakeside. In die jeugdfinale staat een Nederlander, die komt ook nog in actie op dit podium. Het podium van de Zuiderduin Masters, dat is Colin Roelofs. Goed, dat is pas in januari. We zitten begin december, dus we spelen Zuiderduin. 97. De jeugd begon hier met een demonstratietoernooi een paar jaar geleden. Nu is het gewoon vast onderdeel. 100. Erkend door alle internationale organisaties. En de spelers van het jeugdtoernooi worden onder andere bepaald door een kwalificatietoernooi. De Champions League of Darts is al gespeeld. Daar won deze Justin van der Gouw, die dus later in actie komt. 98. De hal open. Een groot open toernooi in Nederland. En er worden nog plekken toegewezen en de organisatie zorgt er altijd voor dat er ook wat buitenlandse spelers bij zijn. Dus deze Smelger is daar een van. De jonge Belg. Mike, you require 18. Inmiddels, we zijn al een tijdje aan het darten. Dubbel 9 voor Mike van Duiven verboden. 9. Trekken we naar binnen, dus Smelger 150. Ik denk dat het iets te veel gevraagd is en dat is het ook. Dus komt van Duiven verboden terug voor 9. 45. Mike, you require 9. Het is wel om te breken. No score. Lorenzo, ik kan het al even in de wedstrijd hiervoor over spanning. Dat geldt natuurlijk ook voor de jeugd. Alhoewel jeugdspelers vaak nog niet echt die grote druk voelen. Gewoon een dingetje doen. Is het ook voor hun natuurlijk een heel hoog podium. 69. Mike, you require 9. Smelgen zet hem nu wel op dubbel 18. Dus opnieuw, hij moet nu. Nu wel gelukt die 1, dus ook de dubbel 4. Ja hoor, ook de dubbel 4. Dat zie je dan wel vaak. Zeker bij de jeugd, als die 1 er maar in zit, bam, gelijk de tweede erachteraan. A, het is hun stijl, maar B, het heeft als voordeel, ook soms een nadeel, vertel ik zo, maar het heeft als voordeel dat je jezelf niet de tijd gunt om erover na te denken, om zenuwachtig te worden en dus naar zo'n pijl helemaal naar onder te trekken. Nadeel van snel spellen is, als het niet lukt, dan ziet het er vaak ook echt niet uit. Dan gaat alles mis, dan gun je jezelf de tijd niet om te corrigeren. En voor Mike van Duivenboden lukte het nu. 13. En zo heel lang speelt deze van Duivenboden niet eens. Hij zit in de Nederlandse jeugdselectie van de NDB. Vanuit die jeugdselectie heeft hij dus ook zijn plekje op de Zuiderduin Masters gekregen. Hij heeft hele knappe dingen laten zien in de afgelopen maanden. Hij won de Dutch Open Darts 2014, dat was in februari in Assen. Het grootste open internationaal BDO WDF gerankte jeugdtoernooi ooit was dat. 59. Tussen de 300 en de 400 jeugdspelers en hij wist daar ook op een groot podium te winnen. En op het andere grote open jeugdtoernooi in Nederland, de hal open met die tweede, en dat deed hij ook op de Next Talent of Darts. Relatief nieuw toernooi in Nederland. En ook daar werd hij tweede. 29. En dat zorgt ervoor dat hij voldoende punten scoort op de wereldjeugdranking. Die bestaat er ook pas sinds vorig jaar. En daar staat deze Mike van Duivenboden derde. Hij is dus 45. Derde van de wereld qua ranking op dit moment.
eerste staat daar Colin Roelofs. Daar gaan we nog heel veel over vertellen, deze jongen. Wellicht het grootste talent in Nederland op dit moment. Waarschijnlijk wel in ieder geval qua prestaties. Jamie van Bavel staat daar tweede. Het zijn allemaal Nederlanders die in de top staan. Ik blader even terug. De eerste niet-Nederlander in de jeugdwereldranking is een Rus. Oftewel, met het jeugddarts in Nederland zit het wel goed. Van Duivenbode inmiddels op 140. 92. Die gooit hij niet uit, maar hij staat na 18 darts keurig op 48. En het is deze Smelger die iets moet gaan doen. Die 85. Moet gaan veranderen, want het wil nog niet helemaal werken voor de jonge Belg. Dus Van Duivenbode 16 gegooid. Moet naar de dubbel 8. 32. Lukt niet. Hij mag nog even aan blijven klooien, maar ik zou het niet te lang blijven doen. Het zou zonde zijn als je deze Smelger toch in de wedstrijd laat komen. 125. Mike, you require 16. Game shot and the second leg. Mike van Duivenbode. Third leg. En dubbel 8 valt voor Mike van Duivenbode dus. Dan staat hij op 2-0. Het is best of 7, dus een iets korter format dan de heren. 85. We hebben al een strak programma. Dat is een van de redenen ook. Is het niveau doorgaans net toch ietsje lager bij de jongens. Dat zorgt ervoor dat de wedstrijden ook iets langer duren. 82. Deze Smelger uit België staat tweede daar. Hij won onder andere de Open Antwerpen. En ik kan u vertellen, 92. Ook de Open Antwerpen jeugd is een sterk bezet toernooi. Waarom? Nou, onder andere omdat alle Nederlandse jeugdspelers daar ook komen. Die wist hij dus te winnen. Hij mocht namens Nederland uitkomen 59. Tijdens de EK Jeugd dit jaar. En de Challenge of the Lowlands. En de Challenge of the Lowlands is een toernooi tussen de landenteams van Nederland en België. 30. Ja, en die Van Duivenbode heeft dan een beetje de pech dat hij in een land woont waar heel veel goede jeugdarters zijn. Nou, voor hem was het net niet een EK jeugd, maar dus wel 30. Het podium van de Zuiderduin Masters. Duivenbode heeft ook nog iets anders gepresteerd. 16. Als ik zijn biografieformulier moet geloven, hij heeft een 39 gegooid. In de competitie, in een officiële wedstrijd. Er zijn niet veel spelers laat staan, jeugdspelers die dat kunnen zeggen. Terwijl de jonge man uit Dordrecht is ergens toe in staat. 100. Lorenzo, you require 150. Beide naar 15 darts op een finish. Smelger als eerste op 150, triple 20 is raak. Blijft hij of gaat hij naar de 18? Nee, hij blijft daar. Ik denk wel een goede keuze. Raakt hem niet, dus nu 70 over. 90. Zet hem keurig op 60. Mike, you require 170. 18 darts op 60, dat is een goede lek van Smelger. Maar eerst Van Duivenbode. Nee, die gooit de hoogste finish niet uit. 40. Lorenzo, you require 60. Om op het scorebord te komen. Begin met een 5, dus hem corrigeren met een 15, dat doet hij. En dat heeft tot gevolg dat hij maar één pijl heeft voor de tops. 20. En die gaat dan mis, ja. Mike, you require 130. Eigen schuld, Van Duivenbode 130. Triple nodig, nee, valt erboven. 58. Dus dan alsnog de Belg voor 2-1. Weer dubbel 10. 20. En ook de dubbel 10 gaat niet. Nee, Mike, het is niet zijn avond van Lorenzo. Dus Mike, 72. Kijken waar hij voor kiest. Ik denk de 16, ja. Oeh, dan valt hij in de dubbel 16. Heb je 48 gegooid, moet je even rekenen. Dubbel 12. Van Duivenbode. 16. Nee. Lorenzo, you require 20. Oeh, zakt helemaal onder naar de 15, ja. Nu dan, dubbel 2. No nee, hij wijkt heel veel Mike af, deze Lorenzo Smelger. Naar links, naar rechts. Maar ook wel naar onder en naar boven. Het wil niet helemaal lukken. Dus Van Duivenbode alsnog.
Dubbel 6. Game shot. Ja, daar moet er toch een keer invallen. Mike van Duivenbode. 3-0 voor Mike van Duivenbode. Fourth leg, it's Mike to throw first. Game on. En dan zagen we eerder op de avond Sharon Prins winnen. De eerste Nederlander op het podium. Dit is de tweede. 96. En hij is goed bezig. Er zijn dus twee jeugdpools, ik zei het al. Er komt vanavond nog een jeugdwedstrijd. 140. De één herenwedstrijd verwachten, maar dan komen op het podium Niels Zonneveld en Callan Reid uit Engeland. 100. Niels Zonneveld, nog zo'n jeugdig Nederlands talent. 76. Die hier zijn debuut mag maken en ook in die pool zit dus, ja, die Colin Roelofs. De jeugdspeler die eigenlijk op dit moment alle grote jeugdtoernooien wint. Al een tijdje ook. 59. Van Duivenbode op weg naar de winst. 130 resteert. Ja, Smelgen, voor hem is het klaar. 79. Het is niet helemaal gelukt. Hij mag natuurlijk nog een keer spelen morgen. Je moet vooral proberen te genieten. 65. We zijn dit de laatste pijlen van de Belg vanavond. We gaan het zien. Mike van Duivenbode. 125. 65 resteert voor een prachtige winst op Lorenzo Smelger. Singleboel gaat hij voor, die gooit hij niet. Dan gaat hij voor de 12, gaat erg snel. Dus dubbele boel. Camera kan het nauwelijks bijhouden. Game, ja, en de dubbele boel valt. Een 65 finish voor Mike van Duivenbode. De Nederlander wint.